genomineerd voor de Herman Krikka-prijs. Wat vindt u daarvan? Dat was een grote verrassing. En ik ben daar best wel trots op. En wat heeft u zo gemaakt voor de openbare ruimte? Dit was een van de eerste dingen voor de openbare ruimte. Meestal, ik werk wel veel ook in opdracht. Portretten en andere kleinere dingen voor bedrijven. En zoals bijvoorbeeld deze vastgoedprijs. Maar dit was echt een groot beeld. En dit beeld is wel heel speciaal, want het heeft voor heel veel mensen een zeer grote emotionele waarde. En ja, dat is heel mooi dat je daar toch een klein beetje in bij hoopt te dragen. Van dat het een beetje troost kan geven voor de mensen, want dat was eigenlijk de bedoeling. Maar dat gaat over gestorven kinderen. Ja, een monument voor overleden kinderen. En ja, dat is toch een heel moeilijk moment voor mensen. Heel begrijpelijk. En ja, je probeert je daarom een beetje in te leven in zo'n opdracht en mee te voelen. En het is toch iets van troost bieden aan elkaar. En dat wilde ik dus in dit beeld verbeelden. En je buigt het werk dan ook weer terug naar waar je zelf mee bezig bent, met lichaamstaal. Dus dit beeld geeft een indruk van troost geven aan elkaar. En het is ook, heeft ook als basis een hart.